Met dit voedselbos willen eigenlijk mensen een plek bieden waar ze kunnen leren en genieten van gezond en duurzame voeding. Toen dit project voorbij kwam, toen dacht ik, ach, dat is toch leuk. Dat past helemaal bij mijn vorige leven. En ik vind het ook heel positief dat dit voedselbos dus in verbinding staat met het woonzorgcomplex, zodat oudere mensen in de laatste fase van hun leven toch altijd nog ruimte hebben om in verbinding met de natuur te zijn. Ik vind het heel erg belangrijk dat er ook genoeg groen in de gebouwde omgeving is. En wat ik daarbij ook extra belangrijk vind, is dat kinderen gewoon in de natuur kunnen spelen. En dat dit ook een plek mag zijn waarin andere mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is voor mij ook een belangrijk iets. Ik heb altijd kennis gemaakt met het groen en de natuur. En dat trekt mij enorm aan. En dat kan ik hier helemaal kwijt. Het is een project wat voor iedereen is. Iedereen kan hier zijn ei in kwijt en we zouden graag met meer mensen dit vorm willen gaan geven.